Actie voor behoud ijsbaan. Bliksembos boos over jeugdhonk. En Roggesbuurt groeit dicht. Als de gemeenteraad instemt met de plannen van de wethouder, moet het ijssportcentrum dicht. De verenigingen die gebruik maken van de ijsbaan zijn fel tegen en daarom zijn ze begonnen met een handtekeningenactie. We hebben dus een gezamenlijk initiatief en vanuit de verenigingen hebben wij die handtekeningenactie opgestart. En iedere vereniging onderneemt daar zijn eigen activiteit in. En ja, ik hoop toch wel zeker 50.000 op te kunnen halen. En niet alleen van Eindhoven, maar ook van regio Eindhoven. Het sluiten van de ijsbaan zorgt ervoor dat er veel recreanten niet meer kunnen schaatsen in Eindhoven. Ze zetten dan ook graag hun handtekening. Mag ik u vragen waarom u deze petitie heeft ondertekend? Omdat het gewoon zonde zou zijn als de Eindhovense ijsbaan weggaat. Zij gaat ook net leren schaatsen, vindt het ook hartstikke leuk. Het is voor ons op fietsafstand, dus wij vinden het ideaal dat er hier een ijsbaan is. Ja, één keer in zoveel tijd komen we hier schaatsen. We moeten niet aan denken dat we daarvoor helemaal naar Tilburg zouden moeten of Den Bosch. Eindhoven zonder schaatsbaan, dat kan eigenlijk niet. Ik ga hier heel vaak schaatsen met mijn oma. Mijn vader schaatst de laatste tijd ook heel veel met mij. En ik vind het gewoon heel belangrijk dat dit moet blijven. Moet gewoon blijven. We komen elk jaar hier en het is hartstikke gezellig met de kinderen. En in Helmond hebben we eigenlijk niet heel erg veel bij het kasteel. Maar ja, dat is zo klein en we willen gewoon goed kunnen schaatsen. Dus we komen elk jaar netjes terug en we willen gewoon blijven. De gemeente moet bezuinigen en betaalt ieder jaar 1 miljoen euro om het tekort van de ijsbaan aan te vullen. Wethouder De Pla vertelde eerder al waarom het college geen geld meer in de ijsbaan wil steken. Het is heel vervelend voor de mensen die schaatsen in deze stad. Maar we moesten bezuinigen. Dus als we geen andere exploitant vinden, dan ontstaat er maar één mogelijkheid. En dat is uiteindelijk dat we het moeten sluiten. De gemeenteraad bespreekt in maart of de bezuinigingen voor de ijsbaan doorgaan. Als de raad instemt met de plannen van de wethouder, is verkoop nog een optie. En anders moet de schaatsbaan dicht.